Matthias Ongeda. Straks Matthias aan de microwagen. En de plaatselijke renner toch al zal tweede worden. Ook een applausje was voor vrienden. Dus Kim Wuitens als tweede in de wedstrijd. Straks van de wedstrijd gereden. Ook in het criterium de Aals nog tweede. En de derde plekje zal zijn voor Jurgen de Wijn. Die daardoor eerste, tweede en derde straks aan de micro drukken. Kurt Eekhoffs. Ziet hem dalen. En ook uitkijken naar Matthias Koppers, de rest die aan ons maar. Ook Wensam Anaert. Dus het, ja, ze zijn er alle drie. De derde van de wedstrijd. Jurgen de Dijn krijgt een schaal Matadorsen van Matador. Kim Wuitens, de plaatselijke renner, die ook een schaal Matataarten gaat krijgen. Ook de kunsten uiteraard daarbij. En het prachtige bloemstuk. Klein vraagje, eerst de man ook van eigen streek mogen zeggen wikkelen. Moet je niet omkijken, moet je aan iemand die kijken, moet gewoon werken en testen vind ik. En zien of dat je goede benen hebt, vandaag heb ik dat ook gedaan. En blijkbaar dat goede benen, want we waren direct een mooi groepje weg. Bij een paar echte hardrijders zoals Kim en Matthias. En ik had direct het gevoel zelf dat er niet de goede ontsnapping zijn. Een derde plaats te hopen, verdienstelijke plaats mogen op zijn. Ja, ja, ik vind het wel, ja. Ik moet eerlijk zeggen, Matthias stak er denk ik een beetje bovenuit, bovenom. Ik had er en alles uit de lijf houden. We hopen op het beste. Dankjewel. En ook de plaatselijke renner Kim. Nog tweede in het criterium de Aals. Heel dichtbij vandaag, Kim. Ja, het is blijkbaar een grote dingetje sterker, hè. Vandaag was dat Matthias. Hij is op heel veel moment gegaan. En hij heeft dat volgehouden, dus dat gaat over hem. Het is natuurlijk niet zo gemakkelijk voor eigen streek hier winnen. Nee, het is zo niet gemakkelijk om te winnen. Laat staan, hier dan, hè. Ik hoop toch vandaag een goede wedstrijd trainen, want de benen waren goed. Ik heb het gezien. Ja, de benen zijn de laatste tijd heel goed. Ondanks de mindere slaap. Dankjewel, een applaus voor Kim Wuitens. Matthias Ongeda, we staan hier terug. Ja, het is niet zo lang geleden. We gaan over de wedstrijd praten. In het begin is rij terug weggegaan. Ja, ik denk dat we de eerste ronde weg gereden zijn met een aantal renners en ik kwam er nog iets terug toe. En Jurgen die maar in en ik wist dat ik mij moest meegaan, want ik wist dat ik eigenlijk goed alleen kan rijden. En ik ben eigenlijk gewoon meegaan en we waren gewoon naar vier weg. We hebben direct elkaar goed gewonnen en goed rondgedraaid. En direct een mooie voorstelling. Een hele goede verstandhouding. Hallo. We zijn totaal geworden en we hebben goed rondgedraaid. Hij was goed. Hallo. Op een gegeven moment wat hij dan wil. Die draait in de voorstelling. Ja, eigenlijk wel omdat we vragen niet hoeveel voorstelling dat gaat zijn. Die werd weggegaan, hoe is dat gebeurd? Ik ben op drie ronden van het einde. Als de café, dan hebben we de manier van de week. Een beetje naar gaan kijken en om er naartoe te werken. Ik denk dat het pas goed voor mij is. Het is niet echt te lastig, maar het is zo wat volgend en dat moet wel lukken. Dus. De benen zijn goed. Ja, tot vanaf over twee weken is het precies verbeterd en het is een beetje mogelijk tot aan tot België. I'm across the world, where I'm right down the road. The time to run away.